Van het nationale handbal gaan we naar de Binnenleague-competitie, waar 6 Belgische en 6 Nederlandse teams strijden voor een plaats in de top 4, die recht geeft op een Final Four-plek, waar de 4 geplaatste teams onderling uitmaken wie de nieuwe binnenkampioen wordt. Een van de kanshebbers voor een plaats in de top 4 zijn de Limburg Lions uit Nederland, die afgelopen week nog de zege pakte in het Hol van de Leeuw, waar ze titelverdediger Seizoensbocholt een oplawaai gaven en zo wist Tongeren meteen waar ze voor stonden op deze speeldag 7. Steeds leuke wedstrijden daar in het land van Ambiorix, waar de eerste mooie goal voor de bezoekers is. Meteen goed voor de 3-3. De mooie acties en goals vliegen ons rond de oren. We zitten halfweg de eerste periode met een 7-7. De Nederlanders scoren dan net iets beter met de 18 à 20 minuten. Deze voorsprong kunnen ze dan nog verder uittypen, zodat we een kloof hebben van 4 goals. We gaan richting kleedkamer met een 11-15. Wie dan dacht dat dit Tongeren een vogel voor de kat was, kwam bedrogen uit. Ze komen terug in de wedstrijd, 36e minuut. Nog 1 goal te gaan met de 15-16. Bij de teams scoren beurtelings waar de Lions net iets beter scoren. 2 of 3 goals kunnen ze uitlopen, al vechten de Eburonen zich helemaal terug in de wedstrijd. Wederom 1 goal verschil met de 25-26. Na een time-out scoren de Nederlanders nog 3 maal en zo pakken ze na Bocholt nu ook de scalp van dit Tongeren, die wel mogen terugblikken op een meer dan verdienstelijke partij. Handbal Tongeren versus Limburg Lions met een eindscore van 26-29. We hadden vandaag toch een kleine kern, hè, met de kwetsuur. We hebben sowieso alleen 14 spelers. En met 2 spelers minder, dat maakt de wissel een beetje moeilijk. Dus het is normaal dat op het einde van de wedstrijd we betalen een beetje de rekening. We hebben toch geprobeerd om beter dan de andere keer te beheren, met meer wissels maken. En wij kunnen ook feliciteren de spelers die de laatste week een beetje minder gespeeld hebben. En die vanavond een grote meerwaarde naar onze ploeg hebben gebracht. En getoond dat wij op hun moesten rekenen. Ja, eigenlijk teleurgesteld van de uitstand. Ik denk dat we op het moment wel de match in handen hebben. Maar die laatste minuten kunnen we het niet uitspelen. Verdediging stond goed, keeper stond goed. Het was wat moeilijk met de 5-6. Ik denk niet dat we veel goals maken. Dus niet simpel.